Kijk, als coach wil je iedereen aan de praat krijgen. En aan de praat bij mij bedoel ik dat je ze laat presteren op niveau of beter. En daar horen bij iedereen verschillende resultaten bij. Op het moment dat wij met deze ploeg iedereen op niveau laten presteren of beter, wat we denken te kunnen doen, dan gaan ze titels pakken. Maar niet iedereen. Diegenen die geen titels gaan pakken, die zullen wel een heel goed seizoen hebben. Zo'n samenwerking met een spotter is natuurlijk in ons geval heel intensief. Dus je bent enorm betrokken, je bent enorm begaan met ze. En zeker wanneer je ze een hele lange periode in je ploeg hebt. En dat, ik heb een aantal rijders in mijn team die ik al heel lang begeleid. Ja, dan doet dat heel veel met je. Wanneer je je doelen gaat halen, wanneer je succes beleeft. Maar ook wanneer je tegenslag hebt. Dat doet dan ook veel met je. In het begin was ik daar, dan doet het soms te veel met je. Als iets niet lukt, dan frustreert je dat meer dan dat je eigenlijk als coach zou moeten. Maar dat er een enorme connectie is tussen de spotter en tussen ons. En dat er enorm veel emotie vrijkomt op het moment dat je doelen behaalt met elkaar. Ja, dat is een feit. Als ik nu zou zeggen dat ik nu de formule in handen heb om alles tot een succes te maken, dan zou ik liegen. Want afgelopen jaar hebben we dingen op een bepaalde manier gedaan en dan kijk je naar een nieuw seizoen en dan ga je weer opnieuw naar die route kijken en dan kom je er toch achter, oh, dat had ik misschien anders moeten doen of dit had ik misschien anders moeten doen. Dus dat is een leerproces waarin je nooit klaar bent. Dus ik heb die formule absoluut niet. Ik denk wel dat ik wel een end kom, maar de heilige graal is er niet. Je moet natuurlijk ook een beetje geloven in je eigen verhaal om het ook te kunnen overbrengen. En daar zijn coaches wel goed in. Alleen een gevaar daarvan is wel dat je zo gaat geloven in je eigen verhaal, dat je ook niet meer, het ook niet meer kan relativeren. Ik denk dat daar wel coaches mee op hun bek zijn gegaan. Ik vind schaatsen fantastisch, alleen ik was er nooit zo goed in. Ik heb wel het geluk gehad, mede ook omdat mijn ouders ook enorm verbonden waren aan het schaatsen, heb ik wel het geluk gehad om in leuke ploegen te zitten. Met heel veel verschillende coaches. Kijk, je kijkt natuurlijk eerst hoe mensen fysiek bij elkaar passen, maar ook mentaal. En je kijkt, zo probeer je een team samen te stellen. Een paar sfeermakers, een paar mensen die heel serieus zijn. Alleen soms heb je dat ook niet helemaal in de hand. Soms heb je daar van tevoren heel goed over nagedacht en heb je het idee dat je dat heel erg een kant op kan sturen. En dat kan je deels ook wel, maar soms moet dat ook gewoon een beetje ontstaan. En daarvoor heb je in ieder geval sporters nodig die dat zelf willen. En dan moet er een soort chemie gaan ontstaan, dat ze erachter komen dat ze elkaar daarvoor kunnen gaan gebruiken. Natuurlijk, die titels, daar gaat het om. Maar als coach wil je iedereen laten groeien. En ook mensen die terugkomen van een blessure. Of ze nou Olympisch kampioen zijn of dat niet. Om hun weer te laten schaatsen op het allerhoogste niveau, voor hun allerhoogste niveau. En weer plezier te laten hebben in de sport. Ja, daar ben ik, dan zou ik het meest tevreden zijn.